Dit is de Orange Citrus Bon. Hartstikke lekker, vol vitamines. Wat zit er allemaal in dan? Sinaasappel. Sap van de sinaasappel. Ja, liefde. Zonneschijn, de lenteproefje. Ja. Dus eigenlijk is de Orange Citrus Bon gewoon sinaasappelsap. Nee. Het is jus d'orange. Met liefde. En de zomer. Professioneel gemaakt en helemaal puur. Ik heb een goedkope lading sinaasappels op de kop getikt. Oh. Dat sapje was zo zuur. Logisch dat het een goedkope lading sinaasappels was. Wat zijn dit voor enveloppen? Dit is voor mij. Dit zijn mijn rekeningen. Die spaar ik. Ja, een tijdje geleden zag ik die sappel onbetaalde facturen al liggen, maar toen deed George alsof er niks aan de hand was. Maar die sappel is alleen nog maar groter geworden. Maar maak je geen zorgen, dit zijn mijn problemen, die los ik wel op. Komt allemaal goed. Ja, en hoe dan? Als het echt zo erg is dat hij niet eens meer zijn eigen rekening kan betalen, dan... Moet hij de shake voor goed sluiten en dat mag echt niet gebeuren. Sluiten? Ja. Maar we kunnen toch ook gewoon reclame maken op onze kanalen? Ja. Nina, als je nou gewoon een nummer maakt van sapjes of zo en dan op het kanaal zet of zo. We zijn mijn vriendjes, we zitten voor vitamintjes. Dat is toch niks? Dat zien ze toch meteen? Dat hebben ze meteen door dat het reclame is. En we moeten dat gewoon een beetje subtiel houden. Subtiel? Ik ga niet wat met fruit doen. Ja, ik kan wel een gezichtsmaskertje maken met vers fruit. En dan heel subtiel de shake vernoemen. Ja. Perfect, jongens. Echt, ik kan echt al dit soort hulp kan ik wel gebruiken. Misschien trek ik wel hele nieuwe klanten. George failliet is geen shake. En de shake houdt ons samen als vrienden. Maar dat zou betekenen dat ik Max niet meer elke week kan zien. Ik moet echt overgaan tot actie en vertellen dat ik verliefd op hem ben. Want als de shake failliet gaat, dan zien we elkaar nooit meer.